Hallo, goedemiddag allemaal. Dit is wel een heel bijzondere universiteit waar mensen opstaan en applaudisseren als je binnenkomt. Dat maak ik elders niet mee. Dank dat jullie er allemaal zijn op deze hete middag in deze tent. En dank ook aan de organisatie dat ik op dit toch wel zeer bijzondere podium vanmiddag met jullie een aantal gedachten mag wisselen. Dat ga ik doen vanuit mijn rol aan de Universiteit van Utrecht, waar ik als gepensioneerde man nog de kans krijg om een aantal bijdragen te leveren vanuit een vakgebied dat eigenlijk niet echt bestaat, maar wel relevant is. Namelijk duurzaamheid en maatschappelijke verandering. Dus wat ik daar doe, dat is proberen vanuit de notie duurzaamheid, vanuit ook de onduurzaamheid, de onhoudbaarheid van onze huidige manier van leven en werken, daar kom ik straks uitvoerig op terug, na te denken over wat ons in de komende tijd, in de komende fase van de maatschappelijke ontwikkeling te doen staat. Dus vanuit die achtergrond zal ik in de komende, nog resterende 43 minuten een aantal gedachten ontvouwen. Dat doe ik ook in termen van, nou ja, ik ben een man die het grootste deel van mijn actieve leven achter me heeft liggen. Dat ik in deze fase van mijn leven, wat ik geleerd heb van al die mooie dingen die ik in het verleden heb mogen doen, over te dragen aan de volgende generatie. En als ik die ergens aantref, dan is het wel op een universiteit, maar zeker ook op deze hele bijzondere universiteit hier op Lowlands. Dus dat is wat ik ga doen. Ik zal eigenlijk in de kern proberen aan te geven mijn zicht op de huidige tijd. Een tijd die ook wel geduid wordt als crisis, crisistijd. Op allerlei fronten functioneert onze samenleving niet meer zoals we dat graag zouden willen. En mijn beleving is dat we nu verkeren aan het einde van wat je de industriële tijd zou kunnen noemen. Niet dat de industrie gaat verdwijnen, maar wel dat de principes waarop onze industriële samenleving is gebaseerd, principes die veelal zijn ontstaan tijdens de verlichting en een periode die daarop gevolgd is, via het denken van mensen als Descartes en Newton en Darwin, dat die principes eigenlijk hun werk hebben gedaan en hun tijd hebben gehad. Dus we leven in zekere zin aan het einde van een tijdperk, mijn wijze van zien. Ons maatschappelijk bestel, zoals het nu is georganiseerd, zoals het nu functioneert, is in veel opzichten versleten. En in ieder geval niet goed genoeg, niet geschikt voor de 21ste eeuw. Voor die dingen die in de 21ste eeuw moeten gebeuren. En als je er zo naar kijkt, dan staan we aan het begin van een periode van transitie, van overgang naar nieuwe manieren van werken, nieuwe manieren van leven, nieuwe manieren van organiseren. Je zou het ook een transformatie kunnen noemen. Een transformatie gaat net nog wat verder dan transitie. Het is eigenlijk een vorm van verpoppen. Hè, zoals rupsen dat wel doen tot vlinder. Dat is de aard van wat ons in de komende tijd te wachten staat. Dat is niet wel mijn beleving. En het gaat dus over vormgeven, opnieuw vormgeven aan een samenleving die op een passende manier kan functioneren in de omstandigheden van de 21ste eeuw. Dat is heel kort samengevat mijn wijze van zien. Nou, dat zal ik nu wat nader toelichten. In de eerste plaats van hoe komt dat nou zo? Nou, de belangrijkste reden waarom we op zo'n overgang in de tijd terecht zijn gekomen, is eigenlijk gelegen in de grote successen
van die industriële uitgangspunten, van die industriële formule. Want als je terugkijkt naar het begin van de industriële tijd en wat er sindsdien is gebeurd, dan zie je dat er bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden een enorme bevolkingsgroei. Toen, in het midden van de 19e eeuw, laten we daar een beetje het begin zetten, waren we met zo'n dikke 1 miljard mensen op deze planeet. Vandaag de dag zijn het er meer dan 7. En we weten dat we ook door de bevolkingsopbouw, de leeftijdsopbouw, op weg zijn naar 8 in ieder geval. En mogelijk zelfs 9 miljard mensen in het midden van de 21e eeuw. Dus dat is een enorme bevolkingsexplosie. Waardoor we ons op een hele andere manier zijn gaan verhouden tot de natuurlijke hulpbronnen. Laten we zeggen het draagvermogen van deze planeet. En het andere aspect wat daarmee samengegaan is, dat is een enorme groei van de welvaart. Waardoor het volume van consumptie en productie vele malen over de kop is gegaan. En er is nog een ander aspect dat ook een belangrijke rol speelt. En dat is dat de bevolking van nu in grote delen van de wereld een hele andere opleiding achter de rug heeft. En eigenlijk ook een heel ander niveau van bewustzijn heeft bereikt. Bewustzijn ook van individualiteit dan aan het begin van de industriële tijd. En dat heeft grote implicaties voor de manier waarop we onze organisaties in elkaar steken. Je kunt dat ook emancipatie noemen. Hè. Emancipatie zie ik als een voortgaand proces waarbij we beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, maar ook beter begrijpen wat onze eigen plek en rol daarin is. Waarin we ook, laat ik maar zeggen, meer van binnenuit gaan leven. Ik kom daar straks nog op terug. Dus als je er zo naar kijkt, dan roept als het ware de vorige fase de verandering op, de noodzaak tot verandering op. En dat is wat mij betreft eigenlijk ook de aard van het evolutionaire proces. Ik kijk heel erg vanuit evolutionair perspectief naar het leven. Eigenlijk is het leven één groot ontwikkelingsproject. Dat geldt in algemene zin, waar het leven zich gaandeweg in steeds complexere vormen organiseert. Maar dat geldt ook op persoonlijk niveau, hè, waarbij we, laat ik maar zeggen, op de wereld komen als een bundeltje potentie. En vervolgens gaat het erom, om die potentie kan het zijn zo ver mogelijk tot ontwikkeling te brengen. En dat woord ontwikkeling, daar zet ik vaak een streepje tussen ont en wikkelen. Want het is in de meest letterlijke zin uit de wikkels halen van de potentie die er kennelijk altijd al was. Want als er niet was wat er nu is, als die potentie daar niet in zat, dan had het er niet kunnen zijn. Dat is eigenlijk de aard van evolutie. Nou, wij leven, is mijn stelling, momenteel op zo'n evolutionair moment, op zo'n kruispunt in de geschiedenis, waarbij we geroepen zijn om het volgende, een volgende manier van leven, van werken, vorm te geven. Dus dat is, samengevat, de achtergrond van waaruit ik zo meteen verder ga toelichten waarom het geval is wat ik zojuist heb gezegd. En dat bestaat uit twee delen. Namelijk punt 1. Wat werkt er niet meer in onze huidige maatschappelijke orde? En waarom is dat zo? En 2. Als dat gebeurd is, nou, hoe gaan we dan verder? Wat kunnen we in een volgende periode doen? Op verschillende terreinen, ik zal daar ook een aantal voorbeelden van noemen. En daar kom ik ook langs de politiek, hè, want we leven in een electoraal tijdperk. En dus ik zal ook een aantal opmerkingen maken over waarom onze vorige manier van politiek bedrijven eigenlijk niet meer past in de huidige omstandigheden. Dus goed, in de eerste plaats, wat werkt niet meer en waarom niet? Nou, een eerste onderwerp om daarbij stil te staan is het financiële stelsel. Hè? Voor velen is de huidige crisis vooral een financiële crisis. En mijn stelling is dat is het ook, maar echt niet alleen, zoals straks blijken. Maar het kern,
een kernprobleem waar we nu tegen aangelopen zijn, dat is de aard van het financiële stelsel. Eigenlijk de aard van hoe geld ontstaat. En dat is een misschien niet algemeen bekend fenomeen, maar geld komt voor het overgrote deel in de wereld als schuld. En dat gebeurt via de zogenaamde geldscheppende functie van het bankwezen. En dat is eigenlijk ontstaat op niet anders dan een boekhoudkundige transactie. Dus geld als schuld heeft in deze fase, de afgelopen 10, 15, misschien wel 20 jaar, een niveau bereikt waar we gewoon, omdat er ook zo'n grote premie staat op geldschepping door banken, die geldschepping via schuldcreatie zo'n grote omvang heeft aangenomen dat we voorbij houdbare grenzen zijn gegaan. En die dynamiek die zit als het ware in het stelsel zelf. Dus dat is over houdbare grenzen heen gespoeld. En daar hebben we dus nu te maken met in eerste instantie inflatie van allerlei wat we noemen financiële activa. Dus aandelen en huizen en grond en andere activa die zich in prijzen uitdrukken. Dat noemen we ook wel bubbels. Hè. Door die overmatige geldschepping zijn er bubbels ontstaan in allerlei markten. Dat is ook nog aangewakkerd door financiële innovatie, door derivaten en onderlinge handel tussen financiële partijen in dat soort titels. En het gevolg, daar zitten we nu al een jaar of vier in, is geweest dat dat opgeblazen bestel is geïmplodeerd. En dat we dus in een schuldencrisis terecht zijn gekomen, waarvan eigenlijk de essentie is dat heel wat partijen die schuld op zich hebben genomen niet in staat zullen zijn om dat ooit nog terug te betalen. En dat leidt dan tot dalende prijzen. We maken dat in ons land mee met huizen, maar ook aandelenprijzen zijn sterk ingezakt. En zo zijn banken in de problemen gekomen. En vervolgens zijn wij als belastingbetalers te hulp geroepen om de gaten die op die manier in de balansen van financiële instellingen zijn ontstaan, om die te dichten. En zo is een flink deel van wat aan monetaire waarde verloren is gegaan, om dat te dekken via de capaciteit van landen om belasting te heffen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dus zijn er nu landen in de problemen gekomen. We hebben ook bijvoorbeeld aanzienlijk verliezen geleden op onze pensioenbesparingen. In de orde van grootte van 115, misschien wel 130 miljard euro. Dat is ongeveer 15% tot 20% van de waarde van onze pensioenen is in die schuldencrisis en de daling van prijzen van activa verloren gegaan. En daar zitten we dus nu met een situatie waarin we als het ware de gaten die daar ontstaan zijn gaandeweg gedicht moeten worden. En dat leidt tot wat wij in economenland noemen een deflator klimaat. Eigenlijk een klimaat waar er onvoldoende ruimte is voor krediet, onvoldoende ruimte voor nieuwe schuld en daardoor stagneert de economie. Dat is in wezen waar we in zitten en dat is niet iets wat zomaar even een paar jaar duurt. Mijn inschatting is dat we daar in de rest van het decennium nog volop mee te maken zullen houden. Nou, een tweede fenomeen dat zich in deze tijd voordoet, en dat is van een andere aard, maar heeft dezelfde oorsprong, namelijk dat we meer willen dan er op dit moment beschikbaar is. Dus dat we de toekomst als het ware naar voren trekken, dat is op het terrein van ecologie en de verhouding van de organisatie van onze economie met de ecologie, met de ecosystemen, met het ecologische draagvermogen van de aarde. Die economie die is op basis van de principes, vooral Newtoniaanse principes, georganiseerd
op wat wij noemen een lineaire manier. Het komt er simpelweg op neer. We graven grondstoffen op of halen die uit organische natuurlijke hulpbronnen, maken daar producten van en aan het eind van de levenscyclus van die producten gooien we dat spul weer weg in het milieu. En dat is het zogenaamde take, make en dump principe. Lineair van karakter. Manier van werken, die leidt door die toegenomen wereldbevolking en die toegenomen welvaart in de huidige fase tot een enorme verspilling van grondstoffen en vervuiling van het milieu en aantasting van organische natuurlijke hulpbronnen. In het vak wat ik in Utrecht mag doseren, daar noemen we dat overshoot. We schieten als het ware over de houdbare, de duurzame capaciteit van de planeet heen met datgene wat we vragen. En dat leidt tot een overbelasting van natuurlijke hulpbronnen, dat leidt tot schaarste en ook tot hogere prijzen voor grondstoffen. Wat we op het ogenblik beleven is weer een van de opeenvolgende afleveringen van de voedselcrisis, waarbij naar mijn idee mede door de toegenomen variabiliteit van het weer en dat weer veroorzaakt door klimaatverandering, nu met grote droogte te maken hebben in de Verenigde Staten, waardoor de prijzen van agrarische grondstoffen enorm zijn opgelopen. Dus we opereren ook op ecologisch gebied, niet alleen op financieel, maar ook op ecologisch gebied, als het ware voorbij de grenzen van wat op den duur houdbaar is. En dat leidt ook tot economische stagnatie. We kunnen het ook zo zien, als er al een beetje groei zou zijn, afgelopen kwartaal 0,2% hier te landen, dan hebben we dat beetje extra geld wat we daarmee verdienen, hebben we nodig om die hogere grondstoffenprijzen te betalen. Dus uiteindelijk betekent dat toch stagnatie, zo niet teruggang van onze koopkracht. En mijn zicht op de huidige crisis is dat dit misschien nog wel een fundamenteler aspect van de crisis is, met grotere gevolgen dan de financiële kant van de crisis. Want dit is gewoon, ja, laten we zeggen, het uitwonen van onze aarde, het uitwonen van onze planeet. En daar kunnen we niet mee verder. Zo simpel is het. Nou, dan kom ik bij een derde aspect. En dat is het organisatorische. De wijze waarop we ons organiseren. En het type organisatie zoals we dat ontwikkeld hebben in de vorige eeuw, in de industriële tijd, dat is top-down organiseren in piramides en ook, laten we zeggen, in beperkte geografisch beperkte verbanden als de natiestaat. En mijn stelling zou zijn, met die veel hogere opleiding, met die veel grotere bevolking in de wereld en de veel grotere verbinding die ook via de ICT is ontstaan en via internationale handel, past die piramidale organisatie niet meer bij de mensen van nu, die veel beter zijn opgeleid dan die van vroeger. En past die natiestaat als dominante machtsstructuur eigenlijk niet meer in de omstandigheden waarin we nu in de wereld verkeren. Dus daar ligt ook een vastloper. En dat betekent dus dat we op zoek moeten naar andere vormen van organiseren. Zowel in de sfeer van bedrijven bijvoorbeeld, als ook in de sfeer van de politiek. En je zou kunnen zeggen, kijkend naar de Nederlandse verhoudingen, we gaan nu over een paar weken voor de zesde keer in 10 jaar naar de stembus, dat de Nederlandse partijendemocratie er niet langer in slaagt in de huidige verhoudingen om degelijk stabiel bestuur te leveren. En daar hebben we dus kennelijk ook een structuurprobleem aan de orde. Je ziet het rondom de euro, waarbij we wel een euro hebben ingevoerd, maar ons op Europees niveau niet zodanig hebben georganiseerd dat we die euro ook overeind kunnen houden. Dus ook daar ligt een vraagstuk. Hetzelfde voorbeeld, maar dan op mondiaal niveau. We zijn er nog steeds niet in geslaagd om het klimaatvraagstuk zo aan te pakken dat, laat ik maar zeggen, werkelijk hout aan het snijden is. En daarvoor moeten we ons organiseren op mondiaal niveau.
Dus kortom, daar zit zowel op microniveau als op macroniveau, op mondiaal niveau, een mismatch tussen de bestaande vormen van organiseren, de bestaande instituties, en wat eigenlijk nodig is om ons goed te weer kunnen stellen in de omstandigheden van de komende tijd. Dus conclusie langs deze drie lijnen is: de industriële maatschappij heeft ons veel vooruitgang en ook heel veel goeds gebracht, maar loopt nu op tal van terreinen vast. We zijn kennelijk toe aan een volgende fase in de maatschappelijke ontwikkeling. In ICT-termen zou je dat noemen een volgende release. Een volgende release van het lange ontwikkelings- en beschavingsproces dat de geschiedenis van de mensheid is. Dus dat is geen klein ding waar we het hier over hebben. Dus wat ik eerder zei, we leven, naar mijn begrijpen, op een evolutionair moment in de geschiedenis. En ultiem gaat het daarbij om het vinden van een manier van leven en werken die ons in staat stelt als soort te overleven. Want dat is eigenlijk het steek. We hebben de afgelopen tijd het leven wel opgevat als een strijd om de survival of the fittest. Maar het echte vraagstuk van de komende tijd is de survival of the species. Dat is in wezen, denk ik, wat aan de orde is. En daarbij zou ik zeggen, zijn de inzichten, de kennis en de technologie die we daarvoor nodig hebben, die zijn beschikbaar. Op allerlei terreinen is dat inmiddels voorhanden. Moet nog wel verder worden ontwikkeld, maar het is er in beginsel al wel. En het gaat dus in essentie om de wil, onze gezamenlijke wil en het organiserend vermogen om het ook te doen. En dat wordt in moderne organisatieliteratuur wel geduid als: we moeten ons organiseren voor emergentie. Organizing for emergence wordt het in het Engels genoemd. En dat wil dus zeggen ons zo organiseren dat we er ons bewust van zijn dat evolutie en dat de ontwikkeling van het leven een open, dynamisch en ook chaotisch systeem is. En in zo'n overgang, als waar we nu terechtkomen, moet je dus zo organiseren dat je dingen niet vastzet, maar dat je ruimte maakt, dat je openheid maakt om datgene wat zich aandient als nieuwe ideeën, als nieuwe mogelijkheden, ook volop de kans te geven. Dat is een heel wezenlijk aspect van organiseren in de komende tijd. En dat is dus wat anders, ja, dan vasthouden aan het oude. Dan proberen hardnekkig het oude in stand te houden. En dat is overigens wel een fenomeen dat er volop is. Want houden wat we hebben is toch, laten we zeggen, waar veel mensen in deze fase nog aan denken. Ook het beleid in politiek Den Haag. Goed, dat gezegd zijnde, in de volgende 20 minuten, ja, hoe gaan we dan nu verder? Wat zijn noties, wat zijn mogelijkheden, wat zijn manieren van kijken en aanpakken die ons, laat ik maar zeggen, kunnen helpen de transitie, die transformatie naar de volgende ronde te maken? Nou, ik loop weer hetzelfde rijtje langs. En begin dus bij de financiële sector. Eigenlijk is de kern van wat daar moet gebeuren dat die financiële sector weer zijn maatschappelijke plek inneemt. Dat wil zeggen, opereert in functie van wat de reële economie nodig heeft. Diensten verlenen aan, dienstbaar zijn aan de reële economie. En weg dus van wat er de laatste 20 jaar in veel gevallen is ingeslopen. Namelijk dat vooral een sector is die bezig is met geld maken. En die via allerlei speculaties en manipulaties probeert dat te maximaliseren. En dat die sector dus voluit zich inzet voor het financieren van die transitie. Die ook betekent dat we onze hele economische uitrusting moeten vernieuwen. Ik kom daar zo op terug. Ik denk
Ik maak onder andere deel uit van een commissie die bezig is in Brussel voor de EU voorstellen op te stellen voor de hervorming van het bankwezen in het bijzonder. Ja, dat we dat niet, laat ik maar zeggen, helemaal aan de sector zelf kunnen overlaten. En dat het dus nodig is een stevige maatschappelijke conditionering, regelgeving, toezicht van die sector. Natuurlijk moet daar ook een andere moraliteit komen. Maar om het vertrouwen te herstellen, zullen we ook gewoon als samenleving, als het ware, ik zou bijna zeggen, een nieuw sociaal contract met die sector moeten maken. Waarin we duidelijk afspreken wat we van ze verlangen, wat ze te doen hebben en hoe we dat willen handhaven. Ik heb in mijn rol aan de Universiteit van Utrecht in de tijd het initiatief genomen voor de oprichting van een Sustainable Finance Lab. En daar geven we vanuit interuniversitaire bronnen bijdrage aan de discussie daarover. Ik noem nog twee wat, laten we zeggen, buiten de bestaande orde liggende onderwerpen. Eén daarvan is de opkomst van zogenaamde alternatieve geldsystemen, waarvan er in Nederland al zo'n 70 zijn. En dat zijn eigenlijk vormen waarin in natura wordt afgerekend. Tegoedbonnen die in dorpen en wijken van steden ontstaan. In Amsterdam, sommigen zullen daar misschien mee vertrouwd zijn, heb je de noppers. En zo zijn er allerlei vormen waarin dit opkomt. In sommige steden in het buitenland heeft dat al een hoger volume bereikt. In Zwitserland is er al een landelijk systeem wat naast de Zwitserse frank opereert. Dus dat is ook nog wel iets om in de gaten te houden. En een ander punt is natuurlijk, waar moet nou eigenlijk die geldscheppende bevoegdheid berusten? Er zijn mensen die zeggen, ja, dat hoort eigenlijk een overheidsfunctie te zijn en niet een particuliere functie. Dus ook dat is nog een debat wat nog gevoerd moet worden. Nou, dat brengt me vervolgens bij de organisatie van de economie. Hè. Eigenlijk vanuit die overshoot-analyse die ik heel kort heb gegeven, dringt zich op de noodzaak om veel efficiënter met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. We moeten met veel meer mensen daarvan leven en dus moeten we dat efficiënter, scherper doen. En de essentie daarvan is dat we de natuur zo behandelen dat we haar niet aantasten en uitpunten, maar zelfs waar het mogelijk is versterken. En dat betekent in termen van methode van putten uit die natuur, dat we moeten leren op een verantwoorde manier, dat wil zeggen de bronnen zoveel mogelijk in stand houdend, oogsten, leren oogsten uit stromen die uit die natuur voortkomen. In plaats van het gebruiken, opgebruiken van de voorraden die in die natuur liggen opgeslagen. Nou, voorbeelden, energie, meest voor de hand liggende voorbeeld. We moeten oogsten uit hernieuwbare bronnen, uit bronnen die niet uitputbaar zijn, die er altijd blijven. Als we oogsten uit wat ik dan noem organische bronnen, de organische cyclus, dus bijvoorbeeld gewassen of vis uit de wereldzeeën, dan moeten we dat op een zodanige manier doen dat die bronnen in stand blijven, dat de productiviteit van die bronnen overeind blijft. En dus niet de reproductieve voorraad vis uit de wereldzeeën wegvangen. Hè, wat nu op bij een aantal soorten al is gebeurd. En dat we daar waar we oogsten van gronden, nutriënten die overblijven na het consumeren van die producten, dat we die terugbrengen in de bron. Hè, dus ook daar gewoon een cyclus instellen. En hetzelfde, zij het op een andere manier, voor anorganische cyclus, voor de mineralen en fossiele grondstoffen, dat we die niet één keer gebruiken in producten, maar meerdere keren gebruiken in producten via recycling. En er wordt ook wel gesproken over upcycling, waarbij gerecycled materiaal eigenlijk van een hogere kwaliteit is dan het oorspronkelijke materiaal, de oorspronkelijke grondstof. Dus toepassing van dat zogenaamde cradle-to-cradle-principe. Waarbij grondstof van wieg tot wieg gaat.
En in dat verband is een heel interessant concept dat in sommige steden in Nederland nu al in ontwikkeling is, in ieder geval in voorbereiding is. En dat is de benadering van urban mining, stadsmijnbouw, waarbij je grondstoffen terugwint uit huishoudelijk afvalstromen en ook uit afvalwater. Want daar zitten heel veel waardevolle grondstoffen in. Eén voorbeeld daarvan is fosfaat. Dat is een zeldzame en maar op twee plaatsen in de wereld in grote hoeveelheden voorkomende meststof voor landbouw. Volgens de vooruitzichten die daarover zijn, hebben we nog een decennium of 4-5 aan voorraad. En we moeten dus leren dat spul terug te winnen uit de afvalstromen van menselijke consumptie en dierlijke consumptie. Dus kortom, het is ons hele economisch bestel omvormen van lineair naar circulair. Dat is de grote beweging die in de komende periode moet gebeuren. En dat moet dus op basis van nieuwe technologie. Interessant punt daarbij is ook nog dat bedrijven die daarin voorlopen, en die zijn er ook hier te landen, die komen geleidelijk aan terecht bij een zogenaamde kanteling van hun bedrijfsmodel. Die vormen zich om van producent en verkoper van producten naar dienstverlener op het terrein van die producten. Een voorbeeld is de tapijtindustrie, waarbij de tapijtindustrie tapijt leased in plaats van verkoopt. Want dan beschikken ze aan het eind van de levenscyclus over de grondstof die ze vervolgens weer kunnen gebruiken. Een onderneming als BMW ziet zijn verdere toekomst als dienstverlener op het gebied van automobiliteit. Waarbij je voor je woon-werkverkeer een elektrische auto hebt, maar als je eens wat verder moet op vakantie of wat dan ook, dan heb je een SUV die de actieradius heeft die daarbij hoort. Dus kortom, eigendom in zo'n circulaire economie komt er heel anders uit te zien. We beschikken niet langer over de spullen in eigendom, maar we beschikken over de functionaliteit die die spullen vertegenwoordigen. Dat is een concept dat zich aan het ontwikkelen is. Nou, dat brengt me bij organiseren in de komende periode. Dus dat betekent dat we eigenlijk in die piramides, die mechanistisch geïnterpreteerde piramidevorm, dat we daar echt mee verder kunnen. Dat we naar netwerken moeten, naar open vormen, om de creativiteit en de potentie van mensen beter te benutten. Er is onderzoek hier te landen waaruit blijkt dat in die oude piramidale structuren de potentie van mensen voor niet meer dan de helft ongeveer wordt benut. Dus als je naar je werk gaat in zo'n club, dan kun je beter de helft van jezelf thuis laten. Daar komt het in essentie op neer. Dus ook daar moeten we beter benutten de potentie die er is. En ook dus ruimte maken voor wat opkomt. Ruimte maken voor emergentie. Daar heb je die creativiteit voor nodig. Dat betekent ook in de context waarin we zitten, namelijk van een vergrijzende beroepsbevolking, dat we hele nieuwe dingen moeten gaan doen. Ja, met die vergrijzende beroepsbevolking, die als je daar niks aan doet, laten we zeggen, met oude kennis zit. Dus eigenlijk is sociaal beleid en sociale zekerheid in de komende periode niet iets van uitkeringen, maar is iets van investeren in de ontwikkeling van de potentie van mensen. Het is een investeringsproject in plaats van mensen aan de kant zetten en houden. Je krijgt een uitkering op voorwaarde dat je niks doet. Dat is het oude sociale zekerheidssysteem. Dat moet op zijn kop. Dus uiteindelijk is sociaal beleid in de komende periode leven lang leren. Nou, eigenlijk moet je ook zo naar gezondheidszorg kijken. Ons gezondheidszorgstelsel is gedefinieerd als ziektezorg. Je hebt pas toegang tot het stelsel als je eerst ziek bent verklaard. En dat medicaliseert. En waarom zouden we niet veel meer doen wat het woord zegt? Namelijk via preventie werken aan het voorkomen van ziekte. We weten inmiddels dat bijvoorbeeld obesitas een aanloop is naar chronische ziekte. Allerlei chronische ziekten. Dus als we aan de voorkant gaan werken, dan kunnen we ook misschien die kosten van die gezondheidszorg beter in toom houden.
Nou, en dan de democratie. Hè. Ik heb al gezegd, die democratie van ons, die functioneert in wezen als een gesloten systeem. Wij mogen eens in de zoveel jaar, de laatste tijd dan wat vaker dan vroeger, naar de stembus. En dan kiezen we eigenlijk de Tweede Kamer. Dus bepalen we de machtsverhoudingen tussen verschillende politieke opvattingen en tendensen. Maar vervolgens wordt er een regeerakkoord gemaakt waarin we alles dichttimmeren. Waar we de hele boel vastzetten. En waarin dus geen ruimte is voor nieuwe dingen. Zo'n kabinet, ik heb er zelf een mogen helpen formeren. Dat gaat dan uitvoeren wat is afgesproken. Men is doodsbenauwd om er iets nieuws aan toe te voeren. Want dat destabiliseert de verhoudingen. Daar moet je opnieuw over onderhandelen. Dus doet men het liever niet. En op het moment dat uitgevoerd is wat was afgesproken, dan weten ze het niet meer. En dan gaan ze toch proberen om wat nieuws te vinden. En dat lukt dan niet. Hè? Nu 4, 5 keer achter elkaar. En dus moeten wij weer naar de stembus. En daar komt dan eigenlijk ook niet heel veel anders uit dan wat er was. Dus we moeten wat dat betreft naar een systeem dat veel opener is. En ik zou voorstander zijn van een verhouding tussen regering en parlement. Waarbij dat niet heel sterk is ingedeeld en vastgezet in een verhouding oppositie en regering. En waarbij de oppositie alleen maar tegen is en de regering alleen maar voor. Maar waar, laat ik maar zeggen, openheid bestaat om ook met wisselende meerderheden te kunnen werken. Een veel flexibeler politiek en parlementair systeem. Naar mijn idee is dat waar wij in deze tijd van grote verandering behoefte aan hebben. Ik mag daar toevallig vanavond ook iets over zeggen in Nieuwsuur. Jullie zullen daar niet naar kijken, maar jullie hebben nu bij deze de essentie van wat ik daar probeerde te zeggen gehoord. Dus anders organiseren, gewoon in andere omstandigheden, in nieuwe omstandigheden. Nou, dat geldt dus ook voor Europa en de euro. En dat geldt voor mondiale instituties op het gebied van klimaat, het gebruik van natuurlijke grondstoffen, voorkomen dat dat een, laten we zeggen, een race wordt van wie de grootste hand kan leggen op welke resources. En wat ook heel belangrijk is op dat niveau, dat is het doorbreken van zogenaamde prisoners dilemma's. Dus als dat landen of bedrijven denken, ja, wij doen het niet als eerste, want dan hebben we een nadeel. Want zij zullen dat wel niet doen. Zo hou je elkaar gevangen in dat prisoners dilemma. Dus je moet naar een hoger niveau om dat te doorbreken. Nou, dat brengt mij bij eigenlijk de conclusie van wat ik meen te zien in de huidige fase van de maatschappelijke ontwikkeling. Eerste daarvan is, ja, dus dat de ingrediënten die we nodig hebben om de volgende fase in die maatschappelijke ontwikkeling vorm te geven, dat die er zijn. Daar hoeven we niet nog hele nieuwe dingen voor op te zoeken. In essentie, wat er voorhanden is, dat moet drager kunnen zijn via verdere ontwikkeling van die vormgeving in de volgende fase. Die vormgeving van die volgende release in dat evolutionaire perspectief. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het leven, ooit waren wij ook eencellige wezens. En zo heeft de organische werkelijkheid in de vormgeving van de mens zich ontwikkeld als een steeds complexer systeem. En dat proces is niet klaar. Dat gaat gewoon door. Zij het misschien in de volgende fase minder in fysieke vorm en meer in, laten we zeggen, geestelijke vorm, in termen van bewustzijn en in termen van de wijze waarop we onze eigen werkelijkheid ervaren. Maar dat proces gaat gewoon door. Nou, een kern daarvan, ik heb het eerder ook genoemd, dat is dat we door de omstandigheden die zijn gecreëerd in de volgende fase, veel meer mensen, veel meer welvaart, veel meer productie en consumptie, veel meer verbondenheid via internationale handel, internationale financiële markten, informatie- en communicatietechnologie, het internet eigenlijk als metafoor
voor wat er in deze periode aan nieuwe vormgevingen wordt gevonden. Ook het energiesysteem zal zich gaan vormen naar de structuur van het internet, decentraal en verbonden via netwerken. Dat is de richting waarin het gaat. En waarbij ook eigenlijk nieuwe ethiek hoort. Waarbij, wat ik noem, hoort een uitgebreide relationele ethiek. En waarvan de essentie is dat we ons, en daar zijn we ook zelf aan bod, dat we ons afvragen bij alles wat we doen, bij ons handelen, bij ons gedrag, wat is het effect van wat ik doe op anderen en op andere vormen van leven, op de natuur. Dat is eigenlijk waar het in essentie op neerkomt. En dat is eigenlijk een cultuursprong. Dat is een mutatie ten opzichte van die egocentriciteit die verbonden is met de filosofie van de survival of the fittest. Want daar gaat het over, laten we zeggen, proberen zelf te overleven, eventueel ten koste van anderen. Dat is ook de basis van onze economische stelsel. Het mededingingsbeleid, wat eigenlijk probeert economische actoren atomistisch te laten functioneren. Terwijl als je die circulaire economie vorm wil geven, dan zul je vooral moeten samenwerken. Dan zul je in de verschillende stadia van productieprocessen, zul je zodanig moeten samenwerken dat je samen een product levert en een productieproces maakt met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Dus dat is de beweging die cultureel in termen van waardesysteem ten grondslag ligt aan wat zich nu opdringt. En dat is dus een culturele opgave, eigenlijk een opgave om een volgende beschaving te ontwikkelen. In dat lange beschavingsproces dat de geschiedenis van de mensheid is, zijn we duidelijk toe aan de volgende fase. Nou, afrondend, in dat perspectief ligt wat jullie, ik zeg toch maar even als volgende generatie, er zijn hier een paar die dichter bij de mijne zitten dan bij die van de meesten hier, maar wat in de volgende generatie moet gebeuren. Hè? Dit is in hoofdlijnen wat op jullie ligt te wachten, wat jullie in een komende periode te doen staat. En mijn advies daarbij is, en dat baseer ik echt op mijn eigen ervaring, en die heb ik in ruime mate, dat is: gebruik je innerlijke kompas, je intuïtie, om uit te sorteren welke rol je in die ontwikkeling pakt. Welke invulling je aan jouw persoonlijke leven wil geven. Doen wat bij je past. Doen waarmee je je kunt engageren. Doen waar je blij van wordt. Dat is de beste manier om echt iets moois te maken van wat ik voor mezelf wel noem mijn rondje aarde. Dank jullie wel.